Dag iedereen, welkom bij een nieuwe aflevering van Derailleur, de Wilderpodcast van Pixplus Sports. Het Wilderseizoen op de weg, ja, dat zit erop. En we zijn uh, sinds een paar weken weer het veld ingedoken. De cyclocross is weer begonnen. En zoals uh, elk seizoen kunt u bij ons bij Pix terecht voor de wedstrijden in de Superprestige en in de Wereldbeker. Die zijn live bij ons te zien. We hebben ook deze podcast en we gaan al een beetje vooruitblikken op het uh, seizoen. Met mooie namen hier in de studio. Crosskenners Bart Arnouds en Ellen van Looy zijn er. En ook Toon van den Bos, actief veldrijder natuurlijk bij Kreland Correndon. Dag allemaal. Hey. Hallo. Hallo. Toon, ik ga bij jou beginnen. podcast debuut hoor ik net uh, van je. Maar hoe is het met je jetlag? Um, ah, wel, dat valt uh, redelijk goed mee. Uh, ik ben gisteren uh, uh, aangekomen in België, maar we zijn pas vrijdag vertrokken, dus uh, ik heb in Amerika niet echt de uh, tijd gehad uh, om aan te passen naar die tijd, dus ik zit nog een beetje in de Nederlandse tijd. En dat is te beter waarschijnlijk, ja. ja, inderdaad. Dus uh, dat was wel een beslissing om daarom dat wij later vertrokken, om uh, met terugkomen eigenlijk weinig last uh, van een jetlag te hebben. Dus, ja. uh, en, op het moment uh, gaat het goed. Dus. Slapen in het vliegtuig, dat is geen probleem voor jou, blijkbaar. Nee, inderdaad. Uh, uh, ik heb eigenlijk heel weinig van het vliegen gemerkt. We hebben uh, ja, een uur op een term gestaan en ik heb er eigenlijk niks van geweten. Dus, uh, dat is straf, want dat is, dat is voor veel mensen echt niet mogelijk, hè? slapen in een vliegtuig. Nee, inderdaad, voor jou dus wel. Ja, inderdaad. Uh, ik zeg het, uh, totaal geen probleem. Tiende plek, we hebben het over Waterloo natuurlijk, voor alle duidelijkheid. Tiende plek, ben je daar tevreden mee met dat resultaat? Um, nee, niet echt eigenlijk. Um, het gevoel uh, de voorbije weken was eigenlijk heel goed. En de waarden zijn ook wel dat ik normaal een stapje stap heb gezet. En Beringen voelde heel goed tot aan die val, dan toch? Ja. Um, dus ja, ik hoopte wel uh, op iets meer. En ja, het ging gewoon niet super hinder. Maar um, ja, dat pakt pak niet weg uh, dat het volgende week niet. niet, niet allee, toch beter gaat zijn. Dus, uh, ja, Bart, ja. Ellen. Um die val, hè, Beringen, dat was nogal een smak hè? Dat, dat, uh, die we daar zagen, die toon heeft gemaakt. Klopt, ik stond er uh, letterlijk op, op enkele meters vanaf. Dus uh, ik zag ze naar beneden komen. Uh, toen nog heel uh, in groepen, allemaal, allemaal samen. En dan, ja, dan ging het heel snel. En dan zag ik de dus stofwolken ineens uh, ja. boven de renners uitkomen. Mm -hmm. ja. En, Toon, uh, je hebt er blijkbaar één specifieke herinnering aan overgehouden. Ja, dat klopt. Zeer opvallend. Uh, dat klopt. Uh, ik zeg het, uh, één beeld dat mij heel goed bijblijft: dan, dat is. Um, ik schoof daar onder de linten en ik zie eigenlijk in ja, al zwart en, en stof. En op een of andere manier uh, zie ik in één keer een hond voor mij opduiken. Die ligt daar en met als ik daaraan kom, uh, schiet hij in alle schrik en uh, die springt weg. Uh, ja, uh, dat, is, ja. vrij, dat is denk ik nog nooit gebeurd, zo'n herinnering. Uh, nee, inderdaad. Uh, ik heb al heel wat valpartijen uh, meegemaakt, maar uh, zoiets. Ja. Uh... Mooie hond, trouwens. Of... Ja, het was een beagle. Dus. <lacht> <lacht> ja, Bart, ja. Um, een val, het kan gebeuren. Ja. Jouw collega analist Paul Herriger zei daarover. Eigenlijk moet de kopman altijd eerst naar beneden rijden. Wat vind je daarvan, ja, dat... die analyse? Ja, ik snap wel waarom dat hij dat zegt. Dat kun je achteraf zeggen, maar dat is natuurlijk onzin om daar rekening mee te houden in de cross. En het was zelfs nog vrij in het begin van de cross. Dus. Uh... Nou, dat, ik snap wel waarom hij dat zegt. Achteraf klopt dat wel. Maar ja, het is een schuine kant. Uh, je, je hebt heel weinig keuzes, heel weinig uh, marge op zo'n schuine kant. Hè. Vaak is het dan domino-effect. En zo'n dingen, dat is een, een koersincident, dat, dat is soms jammer genoeg gebeurt. En als je ja, slachtoffer bent tussen aanhalingstekens, dan is dat uh, ja, heel jammer. Uh, maar ja, het zal ook niet de laatste keer zijn en ook niet de eerste keer. Um, ja, kijk, soms hoort het dat er ja. ook een beetje bij. was Was hij kwaad, Laurens? Um, nee, ja, ik heb hem. Um, ik heb een hem, beetje, uh, precies. Nee, nee, nee. nee. Uh, <laughs> ik ben na de wedstrijd naar hem toe gegaan um, Want ja, wij hebben eigenlijk een heel goede band. Dus ik dacht, ja, allee, ik vond het wel belangrijk om toch even uh, met hem erover te babbelen. En ja, was we natuurlijk wel teleurgesteld. Uh, allee, ik ook. Gewoon puur door de wedstrijd. Uh, het is de eerste cross, dus ik wil het wel laten zien dat je er staat. En dat was meer een teleurstelling. Maar hij is, uh, we hebben ons dan allebei ja, gedoucht en nadien is hij mooi zelf gekomen. En we hebben dan in de week nog een koffie gedronken. Dus... En daar nog wel een beetje over gehad. Maar uh, het is niet dat hij boos is of dat er. Uh... Nee, vergeten en uh, vergeven. Ja, ja. Ja. Dat klopt. Uh, maar je hebt wel, het was wel een, een flinke val. We zeiden het al, je hebt daar wel wat gevolgen van ondervonden, een paar ja. dagen. Ja, dat klopt. Uh, ik had een, uh, een kneuzje op mijn bovenbeen. En uh, daar heb ik toch wel wat, vooral tijdens fietsen, de eerste dagen wel wat last van gehad. Uh, op zich fietsen ging wel, uh, maar vooral rechts staan. Uh, Die echt wel zeer, zeker naar, zeker naar de bochten dan. Dus uh, ja, cross niet gedaan. Um, eigenlijk pas de eerste beetje intensiteit heb ik gedaan op, uh, op donderdag. Om toch te zien, ja, het was een beetje twijfelachtig of Amerika wel uh, haalbaar zou zijn. Ja. En dan hebben we donderdag toch uh, geprobeerd om eens te zien hoe het ging met wat prikkels. En dat ging vrij goed. Alleen het, het was nog wel gevoelig, maar als ik dan vergelijk met maandag was het toch al wel een verbetering. En, um, met overleg met dokters, kinesisten en trainer uh, hebben we dan toch wel besloten, besloten om uh, ja, naar Amerika om te gaan. gaan. Uh, Laurens Week, die ging uh, niet, uh, ja, heeft dan ook geen last van de, de jetlag. Nu bij jou valt dat ook nog wel mee. Hoe zit dat eigenlijk met, uh, met mijn twee gasten hier, uh, vaste crossanalisten Bart en Ellen? Jullie bioritme dat is misschien ook wel voor een deel verstoord hè? door jullie jobs die jullie nog naast de cross <laughs> hebben, of niet? Ja, eigenlijk wel. Want jij uh, werkt we... nog altijd in de zorg, toch? Hè, ja, Ellen? ik werk in ja. de zorg uh, als een, de, een, een slapende waak, dus eigenlijk een slapende, ja, slapende nacht heet dat bij ons. Um, ik kan tussen bepaalde uren kan ik, uh, in bed kruipen en uh, ja, proberen te slapen. Ja, want je zorgt voor, voor, voor mensen met een handicap ja, in een instelling. In een in in zorginstelling ja. in een bepaalde leefgroep uh, met 23 bewoners en eigenlijk vier verschillende leefgroepen onder in hetzelfde gebouw. En daar ben ik dan. Uh, Vanaf uh, half negen ongeveer tot s morgens half acht ben ik daar al in. Ja, en Bart, jij bent uh, brandweerman, Bart. Uh, maar je kan ook vanaf half twaalf in bed. Dus dat dat, uh, wij biorite, moeten, dat, dat ja, valt ik nog mee. We hebben ook uh, dag- en nachtschiften afgewisseld. En uh, wij moeten gewoon zorgen dat wij zowel overdag als nachts even snel vertrekken. Bij een alarmering. Dus ja. uh, dat is op zich uh, geen enkel probleem. Ook als wij aan het sporten zijn. Hoe lang mag wij dat dan duren? Twee minuten moeten wij aan het rijden zijn. Moeten aan wij het rijden. Naar de auto lopen en uh, omgekleed zijn. En ik ben chauffeur, dus ik moet dan zorgen dat ik weet naar waar ik moet rijden. Dat zit ook nog de in die twee, twee minuten. Ja, 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 ja. maar dat lukt wel. Gemiddeld gezien lukt dat volgens mij wel, dus uh, dat, is, uh, dat is geen probleem. Straf, ja. hè? dat is ja, ook wel. Ja, kijk, dat is dat te vergelijken eraan. met de adrenaline van de cross, uh, Bart? Ja, het is wel adrenaline en het is iets waar je je niet zo heel goed op kunt voorbereiden. In die zin, je weet nooit wanneer het alarm gaat zijn. Ja. En dat vind ik wel tof. Je komt op een werk aan, je weet nooit wat er gaat gebeuren. Ja. Um, en als het zover is, ja, dan gaat het zo snel dat je ja. eigenlijk geen tijd hebt om uh, er echt over na nee, te denken. Dan doe je niet, wat ja. je geleerd hebt, of dat probeer je dan toch. Dus ik vind dat wel aangenaam, ja. ja je, je, je blinkt als je erover babbelt. Dus de passie voor. Uh, het... Uh, maar elke brug. job is het wel iets, hè? Dus uh, ik heb ook slechte. Allee, ja, hoe moet ik het ja, dat, zeggen? Het is dat is we allemaal niet. Positief. Dat gaan we, hier dat gaan we hier niet zeggen, ook niet Bart, doen, we gaan over. Uh, Anders is je cv ja. uh, over een paar dagen. Uh, Ellen, uh, de adrenaline van de cross die heb jij ook niet meer, want je bent gestopt met veldrijden. Sommige mensen denken zelfs dat je helemaal bent gestopt met fietsen, maar dat klopt dan weer niet. Nee, ik heb uh, het zomer, zomerseizoen heb ik nog afgewerkt en is misschien ook nog mogelijk om volgend jaar nog een vergunning in de zomer te nemen voor de wegwedstrijden, maar dat is nog niet beslist. Maar nu, voor het veldrijden, daar moet je me niet meer in zoeken. Ja. Toch niet als de competitie. In de, in de competitie, maar uh, ik zal zeker nog wel aanwezig zijn op de wedstrijd. En, uh... Ja, zoals in Beringen, waar ja, je klopt. als toeschouwer en, uh, was. Ja, en ik heb uh, een heel mooie taak gekregen van mijn ploeg, zijn uh, een beetje de jeugd uh, te gaan ontdekken en uh, een beetje te begeleiden. Dus enerzijds ja, gewoon kijken welke jonge meisjes zijn misschien potentieel kandidaat om binnen x aantal jaren overstap naar de keuze van Atje te maken. mikken um, make dan een beetje op de leeftijd en junior begin belofte leeftijd. Um, en daarom ga ik nu volop eigenlijk mee aan de slag, letterlijk. Ik ga trainingen geven in groep of individueel. En ja, eigenlijk een beetje specifieke cross training. Cross -training ja. Ja. Een beetje op vraag van de meisjes. Um, pas ik me aan. Dat is leuk. Ja, dat is nou, tof. Hè. En, ja. en hoe uitziet dat? Wat, wat, wat doe je dan? Ga je dan op verkenning doorheen Vlaanderen om talent te spotten of hoe moet ik dat zien? Ik ben uh, begonnen met eigenlijk naar de, naar de, ja, de P-crossen te gaan kijken. Dus uh, die zijn begin september begonnen. Um, zie, je, zie je heel veel uh, jonge meisjes aan de start gaan, die dan net nog niet de leeftijd hebben om de a te rijden. Of misschien het niveau niet halen. Uh, of, een, of een goede combinatie kiezen voor een B-cross en een A-cross in een weekend. En uh, dan zie je eigenlijk heel veel. En je kunt ook gewoon kijken naar de meisjes in de achtergrond. Ook. Het is niet alleen zozeer degenen die op kop rijden. Die goede dingen vaak wel beter of fysiek in orde. Zijn, maar de meisjes op de achtergrond doen zeker ook nog wel ja. heel goede dingen. En ja, dat vind ik leuk om die meisjes ook net te ontdekken. En, uh, ik, heb, ik, ik, ja, ik pin me liever vast op meisjes die misschien nu nog niet direct in de kijker lopen. Groeimarge. Maar groeimarge, ja. en die is dan wel eigenlijk heel nauw te kunnen begeleiden, om ze misschien hopelijk zo wat te kunnen afleveren. De... Hetzelfde enthousiasme als ik net ja. bij Bart zag toen het over zijn, zijn beroep als brandweerman ging, zie ik nu bij jou, Ellen. Dus dat is fijn, je hebt er zin ja. in, merk Oops. ik. Maar hoe voelt het nu dat crossseizoen begonnen is, dat je er niet meer tussen rijdt? Op zich mis ik het, niet, echt niet. Ik, uh, ik was in Beringen ik heb een uh, kijkje gaan nemen op de parking uh, tussen de rensters. Ik heb naar de training gewoon kijken. De wedstrijd. Het is, is echt mooi om het langs de andere kant te bekijken. Ik weet waar het is. Ik weet hoe het voelt om die schuine kant te moeten rijden. Uh, ik weet hoe dat voelt om te uh, <laughs> ja, Rijden. rijden ja. ja, niet gezegd dat ik uh, recht zou blijven, ja. maar. Uh, ik, uh, ik hou van, de, van, ja, van alles rond, maar ik mis echt de competitie en de, de, ja, de intensieve inspanning. Ik mis het niet. Daarvoor ben, daar ben ik echt uh, te oud geworden en fysiek niet meer goed genoeg. Dus, uh, maar ik ben blij dat ik dan ja, langs een hele andere kant... Uh, nee, geen hele andere kant, maar toch nog wel ja. nauw betrokken kan blijven, maar dan wel in een andere functie. Ja, je dus, hebt uh, tot je 42 in, de, in het ja. veld gereden. Oostmalle was, was de ja. laatste. Wat is nu voor jou je, je mooiste herinnering uit je carri lange carrière? Uh, ja, ik denk sowieso de overwinning in, uh, in Gavre, de moeder van de crossers toch? Ja. Uh, of toch een we spreken over 2017, denk ja, ik. Ja, klopt. Uh, 2017 had ik echt wel uh, een goed jaar. Dat ik, uh, denk ik, zelfs nooit in, uh, buiten de top 8 in alle wedstrijden, dus zowel uh, WK, EK, Wereldbekers, uh, alle A-crossen. En ik deed er dan, ik was ja, vaak degene die veruit de meeste crossen, zelfs nog met meer dan 10 uh, voorsprong op de tweede. Dus ik deed tussen de. Soms wel tussen 40 en 45 crossen op mijn seizoen. Ik wilde uh -huh. gewoon ook overal zijn. En, uh, maar ja, als je dan nooit uit de top 8 faalt. Uh, je rijd, meest regelmatig een uh, seizoen met ook pas, ja. een uitschieter ja. dus in, in Gavre. Ja. Um, maar nu ben je niet meer actief zelf als renster. Dat is goed voor ons. Want het is geen toeval dat je hier zit, Ellen. Je gaat voor ons. Ook analisten worden hè? Ja, in, in de voorbeschouwing, ja. vooral bij de wedstrijden uh, van de vrouwen, ja. in eerste instantie. Uh, ja. Dus dat is ook weer een nieuwe challenge. Ja, zeker. Ik kijk er, ik kijk er nu al naar uit. Overijssen is eigenlijk het debuut uh, voor mij. Zondag. Ja. Zondag, uh, ja. Ik, uh, ik vind het leuk dat ze aan ja, mij denken, dat ze mij daarvoor vragen. En uh, ik denk dat die reden er ook wel is, omdat ik er eigenlijk tot vorig jaar nog letterlijk tussen ging. Hè. Dus ik, ik, ja, ik weet wat die meisjes voelen. Ik weet hoe dat die parcours kan... Ze Bijna blindelings parcours uh, nog rijden. dus uh, Ik ben blij dat ik erop. Uh, op... Het, het werd ook tijd, hè Bart, wat meer uh, vrouwen in de, vrouw. de lijst <laughs> Ik ben in de blij dat rond. jullie dat niet aan mij hebben gevraagd, want ik zou geen adem over hebben om nog iets ja. te vertellen tijdens dat rijden. Dus ik hoop <laughs> dat Ellen nog goed in conditie dat is. Dat is niet gezegd dat dat zo gaat zijn, maar uh, ja, ik kan mijn best doen. In ja, geval. Je gaat het parcours verkennen voor ons, hè? Ja, het is afgesproken met een, een GoPro-tje uh, erbij. Ja, ja, ja. Ik, uh, minstens één ronde en misschien twee, maar uh, ja. met één zou al voldoende zijn. Gaat dus, dan zien, kan mijn, mijn verkenning dan iets langer. Uh, ik hoef er niet voor uh, te vlammen. Dat is goed, we kijken er naar uit, ja. uh, Ellen. Uh, Toon, als je dat hier allemaal hoort, uh, wat uh, Bart en Ellen er nog allemaal naast doen, ben je blij dat je voorlopig gewoon kunt focussen op wat je moet doen: fietsen? Ja, ja toch wel. Uh, ik zeg het, uh, ik denk, op zich mogen wij niet klagen, maar uh, ik blijf er wel bij. Ik denk. Uh, Soms iets hebben buiten het wielrennen alleen is wel belangrijk als wielrenner. Dus, um, alleen je ziet, hard werken natuurlijk niet, maar, want rust is heel belangrijk. Maar ik denk wel als je af en toe als wielrenner je gedachten kunt uh, verzetten dat dat wel uh, belangrijk is. Mm -hmm. Bart, hoe zou jij Toon eigenlijk uh, omschrijven als crosser? Je, je hebt hem natuurlijk al vaak aan het werk gezien. Oh, ik, ik vind dat wel iemand die uh, achter de, de mannen die de, die de grotere wedstrijden kunnen winnen. Daar net achter zit, uh, heb je nog een, paar, een groepje met een paar renners. In elke ploeg zit er zowel één of twee. En mits, en wat ik nu begrijp, uh, de waarden geven het toch aan, nog een klein stapje vooruit. Uh, zijn gevoel is ook dat, alsof het nog een, een stapje beter gaat dit jaar. Dus uh, dan kan er veel, want dat verschil is vaak niet zo heel groot. Dus ik denk wel dat we er op een bepaalde dag, uh, dat we die hele kras uh, sowieso tot en met in de finale en dan hopelijk met een. Uh, met mijn schitterend resultaat uh, gaan zien. Ik denk wel dat dat de uh, ambitie moet zijn en dat dat ook eigenlijk de logische uh, volgende stap is, mm -hmm. waar je aan mag, ay, moet werken. Ik denk dat dat, klopt, wel, uh, ja. dat wel kan kloppen. Dat, dat, uh, dat, is, dat is ook zeker niet te hoog gegrepen. 24 ben je nu, Toon? Ja. 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 Ga eens terug in de tijd. Um, hoe is de passie voor de cross bij jou begonnen? Um, dat is eigenlijk een mooi verhaal ook. Uh, wij, wij wonen in een heel rustige straat, alleen doodlopende straat. En, um, met een paar buurjongens uh, zijn wij zo... We hebben ook een bosje in de straat. Uh, de schub gepakt, kruiwagen gepakt, parcoursje gemaakt. En dan is uh, David Wilders, ik denk dat je hem geval wel gaat kennen. Die ja, is bij ons in de straat komen wonen. Dat was uh, een ex-prof voor enkele jaren. Ja. En um, wij kregen van hem koers, koerspakjes, um, koerskleren. En dan deden wij eigenlijk een wedstrijd in de straat. Dus wij zitten in aan midden van straatkegels. Dat, uh, het is echt een kleine straat... Uh, dat de mensen die er wonen weten van ah ja, de mannen zijn aan het crossen. Verkeer, Zelfs, doorgaand verkeer. Niet ja, mogelijk. Ja, ja, ja. Dus uh, opgepast. <laughs> en ook door de tuinen. Dus, uh, en dan, de winnaar kreeg ook vaak een beker van een Dave. Schitterend? Um, en dan is uh, Stijn Kalwee, dat is ook nog, uh, ja. nog bij uh, ja, nu de Keuring, vroeger BKCP ook nog gereden, uh, die is dan ook uh, beginnen crossen en heel goed eigenlijk nog. Um, en dan mijn broer heeft dan uh, gaan crossen en ik deed eigenlijk volleybal. En uh, ik zeg ja, zal ik de volgende zijn die ook. Uh... Jij deed volleybal? Ja, ik deed ja. volleybal. Dus okay, ik ben eigenlijk al tot de leeftijd. Um, oh. Dat is als uh, minime Dus ik denk aspiranten begint van 12, 13 jaar zeker. Mm. Ja, ik weet niet. En dan, ja, dan heb je de switch, gemaakt. Uh, dan ben uh, ik ja, uh, beginnen uh, begin wielrennen eigenlijk. Ja. En hoe was die eerste kennismaking, die eerste wedstrijden? Um, Goh, ja, ik was altijd echt een uh, grote speelvogel, dus dat was ja, heel speels voor mij. En ik, was, ik stond altijd een beetje achter op mijn leeftijd. Uh, maar dat was heel leuk, ik deed dat heel graag. En uh, dat is denk ik ook uh, het belangrijkste als, als wielrennen of als jong gastje: dat je dat echt voor plezier doet. En ik zeg het als je dan iets van talent hebt, dan kom je wel naar voren. En uh, zo is dat eigenlijk uh, beginnen groeien. Ja. Ja. Ellen had het net over haar mooiste herinnering. Uh, jij hebt nog een hele lange weg te gaan, maar is dat voor jou? De Belgische titel in 2020? Uh, of is er iets in, anders? Ja, dat is in Antwerpen de ja. titel. Bij de beloften, um, hè? Dat was ook. Uh, de supportsclub was daar dan. Uh, voor de eerste keer dat ze echt uh, met heel veel man waren. En dat was een heel spannende wedstrijd. Ik had die zomer ook uh, clearcourts gehad. En dat was voor mij een heel moeilijke winter. Ik heb die zomer uh, enkele maanden van de fiets geweest. En ik voelde dat mijn tweede deel altijd. Ja, op of, ja, door die slechte basis in de zomer, um, dat mijn tweede deel altijd minder was. En, maar het eerste deel was altijd heel goed en ik kwam daar eigenlijk direct alleen te zitten want Niels van de Putten reed zijn ketting eraf en het eerste deel reed ik wel weg maar het tweede deel ik wist mijn zwakke punt was dat mijn zwakke punt was, eh, dat, dat, dat zwakke punt was. Ja. en ik voelde Niels elke ronde dichter en dichter komen en ja, de laatste keer op het ponton zag ik hem echt kort komen ik zeg dit gaat niet waar zijn hè en is um, dus nog tot in mijn wiel gekomen in een van de laatste bochten en uh, ik zeg ja deze moet van mij zijn ik zeg ik heb hier nu heel een dag uh, op kop gereden en, uh, ik moet dat hier winnen en eigenlijk vol aangezet en um, ja toch nog gewonnen. Dus dat was eigenlijk heel mooi, omdat het zo spannend was. Ik heb heel veel verhalen echt afgehoord van mensen die heel veel stress hadden. Ja. Um, en dan ja zo kunnen afmaken na zo'n zomer en, en ik zeg het, kwam altijd als bowls kampioen met een belofte worden en dat lukte toen en uh, was heel mooi. Overwinning op uh, karakter. Inderdaad. En dan uh, ik zeg het zeker die verhalen erachter. Mijn broer croste toen ook nog bij de belofte, uh, die is tijdens de wedstrijd gewoon gestopt bij een groot scherm. En... Die, ja, die reed zelf ook nog. <laughs> en die jaak nog die reed voor ja tussen plaats 10 15. en 15. Hij hoorde dat ik aan de leiding en het werd echt heel spannend. Echt? Dus, ja. Fantastisch. Ja. Die, is, uh, die is gestopt uh, en... op parcours parcours had het groot scherm gezien. En die is ook binnengekomen en aangekomen in zijn handen in de lucht van het alsof alsof dat hem zelf had gewonnen. En ook van een familie dat mensen uh, gewoon naar buiten zijn gestapt, omdat het zo spannend werd als ze het niet aan konden. Maar hij rijdt niet meer nu, je broer. Nee, hè? Ja. Hij, is nu, hij, hij heeft altijd gezegd van. Uh, hij, was altijd, hij was goed, maar net niet goed om prof te worden. Maar hij heeft wel gezegd van ik rijd tot laatstjaars belofte. Als ik het dan niet, niet kan om prof te worden, dan kan ik me achteraf niks verwijten van had ik maar toch de beloftecategorie uitgedaan. En, en dat heeft hij nu al gedaan. En dus hij weet gewoon van ja, kijk, het is mij niet gelukt. Ja. En, uh, hoe heet hij? Victor. Victor. Kijk, ja. bij deze mooie vermelding voor uh, ja, ja. Uh, zijn uh, blijk van uh, ja, liefde. Broeder liefde zeg ja, maar omdat wel. Uh, wel eens kampioenschap. Uh, je hebt het tussen de lijnen al even vermeld nu. Die supportersclub van jou, daar moeten we het ook even over hebben. Bart en Toon, uh, leg het eens uit hoe ja, dat in elkaar zit. We gaan het misschien Toon laten uitleggen. Ja. Maar het, mijn zus uh, woont in Starbroek. En ik wist dat de supportersclub daar vandaan kwam. En dat dat een, uh, ja, wel enthousiaste uh, enthousiastelingen zijn. En dat die is eigenlijk tot stand gekomen met wel een mooi verhaal. Ja. Dus, uh, ja. Dus een vrij uh, ongeloofwaardig verhaal, maar het bleek toch waar te zijn. Ja, inderdaad. Het is dus, uh, een, uh, een groep uh, jongens. Een vaste kern eigenlijk. Vijf, zes man. Ze uh, zochten eigenlijk een reden om naar de cross te, gaan, te kunnen feesten. En, um, dus ja, ze zochten uh, iemand voor te supporteren. En uh, ze zijn zo de, de UC-ranking UC afgegaan naar iemand die wel goed was, die af en toe podium reed of kon winnen. Dat ze dan echt volledig uit de dek konden gaan. Um, en zo zijn ze bij enkele namen terecht allee, uitgekomen. En, uh, onder andere mijn naam. En ik woonde dan eigenlijk redelijk dichtbij. Ik zeg het, uh, Starbucks is met de auto uh, ja, 20, 25 minuutjes. Dus valt uh, wel mee. En toen uh, hebben ze mij een bericht gestuurd uh, op Facebook. <laughs> maar ik zeg het, uh, is ik ben daarvoor op stage geweest en uh, er was een mechaniker mee, uh, die soms wel eens uh, mijn. Uh, een grapje durft uithalen. Ja, een grapje ja. durft uithalen en er achter zat. Ja. En ik dacht, uh, mij gaan ze niet hebben. Dus uh, ik ben er niet direct op ingegaan, want uh, dat was Maarten Dombrecht. Uh, mede van de oprichters, die had mij dan een bericht gestuurd om: uh, ja, wij willen voor jou een supportsclub oprichten. En ik heb daar heel kort op gereageerd bij mij weten van ah oké, okay, leuk of zo. En uh, toen in Loonout um, op de cross stuurden ze mij een filmpje door als ze in een bus zaten en het supporterslied aan het zingen waren. En toen uh, ben ik erin beginnen te geloven. Ja. Ik zeg, dat is toch... Dat bleek klopt dus echt wel. waar, ja. ja. En uh, dan heb ik die mannen uh, gezien en uh, zo is dat beginnen groeien. Ja, het en, is gegroeid tot grote proporties, hè? Tom? Ja, toch wel. Uh, in Oostmalle um, waren ze met 2,5 bus, dus... Uh, Allee, twee grote bussen en dan één klein busje. Dat was een 150-tal man. Ja. Um, dat was heel mooi om te zien. Ja. Ja, Bart, dat is tegenwoordig niet meer zo evident in zo'n grote nee, nee Absoluut. absoluut ja. Ja, dus het, het, het gaat hier en daar ging dat de ronde. Um, dat dat inderdaad een, een fanatieke supportersclub is. Uh, en ik vind vooral ook uh, op een mooie manier dat ze uh, ja, niet zozeer de renner die het dichtstbij woont of die het bekendste is, maar gewoon eigenlijk ontstaan is. Toch wel ergens uit de, de liefde voor het supporteren en voor de koers, waarschijnlijk. Maar ook graag een pintje en erbij drinken en, uh, en uh, ja, zondag iets on, aan de hand hebben met de vrienden. Heb, je ze, heb je ze gezien in Beringen, Ellen, of uh, waren ze daar niet aanwezig? Ik heb er niet... Uh, ja... <laughs> ja, er waren er vier... Ah, ik zeg het een vaste keer die komt wel vaker. Daar waren ze ja. mee, uh, vier of vijf man. Dus kleinig uh, klein getal, maar nu in Overijs uh, komen ze met een bus. Um, ja, ze hebben nu één bus, omdat er is in de buurt van Stapek iets te doen. Dus ze zeggen, ja, twee volle bussen gaan misschien net niet lukken. Dus ja, ja. bij één busin is, is het vol. Het is toch al niet slecht. Hè? En uh, als je Absoluut. zo gesteund wordt, denk ik dat het wel een boost moet geven. Klopt, dat, zeker. Ik heb zelf ook uh, een uh, mooie kans gekregen om uh, of gehad om een sportsclub achter mij te hebben. En, uh, ja, dat is, dat is van goud waard. Hè? Uh, die mensen dat die. Uh, ja, dat is echt, dat is, en het hoeft vaak niet. Ja, in uw, in uw geval wel heel veel uh, supporters, maar de kern is, is, is en vaak is, is wat compacter en ja. wat kleiner. En, Als je dan wat twijfelt aan jezelf, dan denk ja. je misschien ook wel. Ja, maar die mensen die zijn er. Ik, ik ga het voor ja, hen doen. Ja, klopt. En, en ja, voor alle, alle mogelijke problemen, of, of kom er altijd terecht. En, en ook leuke dingen delen samen. En, uh, maar dat is echt van groot belang uh, dat die ja. er zijn. En klopt. ondersteuning ja te eigenlijk. Uh, ja, eigenlijk. Dat logo op je shirt, Kreelan Correndon, je bent veranderd van, uh, van ploeg. Toon van de Bos bij een uh, echte crossploeg, is dat een goede combinatie? Um, ja, toch wel. Uh, ik, ben een, ja, dat zeggen, ik ben een volledige crosser. Jouw naam op Instagram? Ah ja, Toon is... ja, van de Cross. Ja, niet Toon oh, van, dus van, uh, van de Cros, maar Toon van der Cros. Dat zegt genoeg. Waarom heb je voor hen <laughs> gekozen? Um, eerst een verhaal eigenlijk. Uh, ik kom heel goed met Lauwers overweg. En ik heet er al bij de broers Roodhoofd. En uh, naast is er de vraag gekomen van. Uh, Zowel bij Lauwers als bij mij van jullie zitten om, om bij elkaar te rijden. En voor mij was dat eigenlijk. Um, ja, uiteindelijk zeg ik het. Uh, Alps in de Keuninke en Krelent Correndon zijn twee verschillende ploegen. Maar uiteindelijk is de structuur is hetzelfde. Uh, dus dat is niet echt een moeilijke keuze. Het verschil is dat en... Krelent Correndon zich vooral echt als crossploeg ja, profileert. Hè? Dat klopt. Um, dus ja, die keuze was niet zo heel moeilijk. En zeker, het is leuk uh, dat ik dat samen met Lauwers in de ploeg kan zitten. En ik denk. Dat dat zowel voor hem als voor mij voordelen kan bieden. Um, de cross is en blijft een beetje individueel. Maar ik denk toch wel, uh, zeker als je ziet dat de mannen van Paul Sauer zijn, zijn soms met twee, um, die hebben gaan Lauwers toch wel vaak uh, soms in de ten gehad. En ik denk dat nu de bedoeling is dat, dat ik en mij daarbij, dat we toch soms de rol kunnen omdraaien en dat we hun een beetje in het tweede kunnen zetten. En uh, zo toch naar succes uh, kunnen mm -hmm. leiden. Waarom die vriendschap met Laurent Week? Wat maakt dat jullie zo'n goede vrienden zijn? Goh ja, uh, ik denk wij zijn bij vastgoed in de tijd was dat samen in, in één ploeg terechtgekomen en sindsdien bij Paul Sauzen achteraf begonnen dat we beginnen groeien, groeien. en uh, ja wij zijn hij woont dan in Schriek en ik in Westmaelk een stukje maar toch af en toe samen halverwege afgesproken om toch uh, een tour te doen. En zo is dat begonnen te groeien en ik denk, uh, ja, ik ben wel soms iemand actief. Ja. <laughs> en Lauwers is iets rustiger en wij gaan ook vaak samen op stage. vaak. In Spanje zitten jullie ja, vaak samen. Ja, ja. Lauwers heeft een appartementje, dus uh, we zitten vaak samen in uh, Mallorca. Um, en ik zeg het, wij zijn een goede combinatie en het is, het, is, het is leuk als we samen trainingen doen. Zeker met, met maximale, maximale oefeningen zal ik zeggen, dus het is het leuk om elkaar uit te dagen. En dat maakt elkaar ook gewoon beter. En ik denk, qua karakter passen wij goed bij elkaar. Ja. En uh, ja, toch wel. En uh, het is ook leuk dat je soms met iemand kan babbelen als het minder goed gaat of goed gaat, die het wel snapt. Uh, het, het wielrennen zijnde of het topsport zijnde. Want dat is niet altijd makkelijk om daarover te praten met mensen die het niet echt meegemaakt hebben. Dat merk ik toch persoonlijk. Ja. Dus uh, ik vind het leuk dat dat, dat met ouders wel allemaal lukt en daarmee uh, een goede band hebben mm -hmm. eigenlijk. Ik heb jou uh, horen zeggen dan het Actief ben ik. Ik ben een speelvogel. Vertel eens wat anekdotes. Tom. Ja, wat is er niet... zo al gebeurd al? Nee, ik heb niet veel verhalen. ben genoeg. Als mijn wekker gaat, dan uh, stak ik eigenlijk al naast mijn bed. Je zou de ideale brandweerman zijn. Ja, precies wel, ja, zo. Hoor, <laughs> nee, uh, ja, ik, ik kan vanmorgen uh, direct heel actief zijn als mijn wekker gaat. Ik, ik ben ook iemand uh, allee, niet per se heel vroeg opstaan, maar. Ik begin mijn dag toch graag op tijd dat ik toch iets aan mijn dag heb. Terwijl ouders uh, als ja, kinderen zitten en die kan dan soms ja. wel uh, smories moe zijn. En dat is soms wel grappig. Uh, dat ik denk dat smories al staat te springen. Uh, dan 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 sleur je hem met z'n allen aan tafel? Ja, sleur is veel gezegd maar een uh, <laughs> beetje muziek. Soms uh, begin ik toch al wel vroeg aan de dag en dan moet ik hem toch wel uh, veel aanwaai maken, voordat hij, dat hij uit zijn kamer ja. komt. <laughs> All right. um, maar je hebt nog geen fratsen uitgehaald uh, die het vermelden waard zijn hier? Of uh, toch eentje misschien? Ik zie nee, het in je gezicht wel. Nee, ik moet denken. Uh, maar nee, nee, nog Als niet. je er nog op komt, uh, vertel <laughs> Als het erop maar. Kom, uh, dat merk ik uh, 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 Overijs je dit weekend, wat is de ambitie daar? Um, ja, ik, uh, ik zou toch graag. Uh, uh, te winnen, meedoen is, is veel gezegd. Maar ik zou toch wel graag richting uh, die top 5 gaan. Um, ik zeg iets wel: in Bering had ik echt een goed gevoel. En, ik denk als ik dat gevoel uh, meepak nu naar deze weekend, uh, dat dat wel zeker moet lukken. Mm -hmm. Allright. Uh, gaat Laurens meerijden? Ja. Um, ik weet nog niet dat het helemaal officieel is, maar ik heb Laurens van de toch gehoord. En, uh het ging redelijk goed en ik dacht dat dat geen probleem zou zijn. Maar ik ja. kan dat nog. Ik weet nog niet. Alleen dat ik ja. daar volledig kan. Nog geen primeur, van. geen officiële primeur. Nee, nog geen officiële, okay. richting. We, we gaan het, verder opvolgen. Uh, goed, we gaan het gesprek een beetje opentrekken. Hè? Want we hadden ook een vooruitblik uh, beloofd, een beetje op het seizoen dat net begonnen is. We hebben beringen al gehad, uh, Ellen en Bart. En Waterloo, laten we misschien bij de vrouwen beginnen. Wat is jullie tot nu toe, Ellen? Opgevallen al? Na die twee eerste wedstrijden? Goed, dat uh, ja, degenen die het vorig jaar uh, gedomineerd hebben, er eigenlijk uh, alweer staan. Uh, zijn de FEM dan voor, voor Beringen en Waterloo. Ja. Um, Puk komt dan uit de mountainbike, trekt dat dan door in Waterloo. Um, ja, ook op een, op een fantastische manier, maakt daar op de, de trappen een fout en dan iets later blijft ze nog met haar stuur in, in de, de lint hangen, denk ik. Ik denk als dat niet gebeurt, dan kunnen ze korter bij elkaar blijven. Denk ik. Sharon is, uh, komt uit een lange en lastige zomer. Dus uh, die gaat nu, wat ook gebleken is dat ze heeft opgegeven in de Wereldbeker. Ja, gewoon, ziek, denk hè? De, ja ook ziek en ook gewoon de batterij uh, af. En uh, ik denk dat het belangrijk was dat ook zij, wel als enige uh, renster van uh, Bawastrok, uh, toch de oversteek ging maken. Ja, voor de sponsor. Um, het wegvallen van Fleur, dan op het einde ook nog wel jammerlijk genoeg. Um, maar ja, dat was niet, allez, dat is niet zo gek dat dat, dat dan gebeurde uh, mm -hmm. tijdens de wedstrijd. Maar overigens, een heel mooie zomer gereden. Dus uh, ja, de, de drie um, top- en kopvrouwen van de, van de cross uh, zullen het nu misschien een beetje later nog uh, kunnen gaan bekampen tegen elkaar. Maar uh, van, van Femme en Puk, uh, ja, die hebben dan wel laten zien dat ze goed in vorm zijn. Mm -hmm. Ja, ik, vre ik vreesde er al vooraf een beetje voor. Uh, die zijn nog zo jong en die waren vorig jaar al ja. zo goed, staken er al een beetje bovenuit. Vooral Alles, Femme ja. en Puck. Uh, Alles Puk. lukt precies, dat is uh, echt mooi om te zien. Ja, op alle gebieden staken ze er toch wel een beetje ja. bovenuit. En Van Anroy ook uh, absoluut ja. als derde er dichtbij. Maar ze zijn eigenlijk bijna allemaal even oud. Ja. Heel jong. Dus het is logisch dat die nog een stapje hebben gezet. En het is misschien ook logisch, ik denk dat Alvarado echt goed in orde is en mm. vorig jaar ook. Ja. Maar als we heel eerlijk zijn, zal het voor haar vaak moeilijk zijn. Ik zeg niet dat dat nooit kan, maar het zal vaak moeilijk zijn om ze permanent uh, te volgen. Ja. Absoluut, ja, dat klopt. Uh, Alvarado ziet er goed uit ja. qua resultaten, qua stijl. Uh, dat, dat loopt goed. Voorlopig geen Belgisch weerwerk, Ellen. Dat is een beetje dus op de lange termijn dan ook mee, blijkbaar jouw verantwoordelijkheid hè? <laughs> om, om, om meisjes klaar te stomen. Maar wat vind je ervan? Uh, dat, dat, er was geen Belgische deelnemster in Waterloo. Nee, klopt. Uh, ik denk, moest ik zelf nog Rencer zijn, dan had ik de oversteek ook niet gemaakt. Ik denk dat de kosten te groot zijn tegenover de. De, ja, de, de, de gelden die je daar kan verdienen, okay, goed, dat is een risico dat je neemt. Het kan meevallen, het kan tegenvallen. Uh, daar moet je het misschien uiteindelijk niet voor doen. Maar uh, het, is, het is alles bij elkaar. Hè. De jetlag, uh, jullie, jullie kiezen om, uh, om later in te vliegen, ja, wat een goede ja. keuze is geweest, denk ik. Uh, Mijn eigen ploegmaats hebben gekozen voor Europese wedstrijden. Uh, die moeten dat doen, omdat ze deels vorig jaar er ook naartoe zijn geweest. Dus die moesten eigenlijk op dat vlak niet meer naar Amerika gaan, die moesten hun punten gaan verdienen op de wedstrijd waar ze ze vorig jaar hebben verdiend. Ja. Dus op dat vlak kan ik uh, Alicia en Laura alleen maar ja, toejuichen dat ze dat, daarvoor hebben gekozen. Maar ik zie wel dat er andere rensters die vorig jaar nog wel in Waterloo stonden, ook gaan afhaken. En dan denk ik dat dan de kostenpaten toch wel uh, te mm -hmm. belangrijk is geworden. Um, en, ja. Van Inge van der Heijden toon, hadden wij misschien net iets meer verwacht. Uh, zij is eigenlijk de nieuwe kopvrouw bij jullie uh, ploeg, maar ja. ze was niet in de top 10 te bespeuren nee, uh, in Waterloo. In Waterloo had ze ook echt een slechte dag, zei ze zelf. Dus uh, ja, ik kan er eigenlijk weinig op zeggen. Maar uh -huh. inderdaad, Maar ik denk wel uh, dat hij ook wel echt nog uh, iets gaat laten zien deze winter. Uh, ja. Op trainingen en zo. En hoe ik ze in Amerika een beetje. Zij was mee naar, uh, ja, in Waterloo dan. En uh, alleen ik denk dat ze wel ambitie mag hebben. Ik denk natuurlijk, ja, Puk en, en Fim, ja en Sherin dan. Al vind ik Alvaro heel sterk rijden. Uh, net die er een beetje bovenuit steken, maar ik denk daarachter uh, is zij zeker een van de vrouwen die, uh, of die er soms wel tussen kan komen. Sanne Sannekant gaat ook nog ertussen komen rijden, maar dat is later, hè? Die, ja, die, die pas begint... later aan. Uh, deze weekend of volgend weekend zeker. Ik weet niet juist Samen exact. Moet je checken, maar ze gaat. Er, ik bedoel, ja, haar programma zal beperkter ja, ja, zijn dan. Ja, beperkter dan vroeger, inderdaad, hè? dat klopt. Fem ja. mm -hmm. ja. van, van Empel heb je ook nog mee gefietst, hè? Natuurlijk. Uh, ja, dat klopt. Zat ze bij, bij jullie ook in ja. de ploeg, bij Paulus? Uh, bij Paulus Pauls ja. heb ik uh, nog lang met Fem gereden. Ook. Ja, inderdaad. Viel dat toen al op dat ze, dat ze die bagage had? Um, ja, je zag die wel echt groeien. Uh, ik denk, laatst ik daar daarheen. Um, heeft hij toch wel een serieuze stap gezet? Kwam die toch uh, al? al Naast uh, Denise rijden, um, dus toen zeg je wel ja, die heeft wel uh, zeker door die leeftijd wel wat, wel wat, in haar, allez, wat potentieel. En uh, nu blijkt ja, die, uh, ja, dat het heel groot potentieel echt, uh, is. Inderdaad, ja, inderdaad, dat ze ja. wel echt sterk zijn. Ja. Mm -hmm. Bart, jij wilde inpikken daarnet, zag ik, maar ik heb je. Ja, moet ik De al kans het niet gegeven, waar, waar dat is nu weer was. Ja, geen probleem. Uh, uh, ja, ik wil nog, ik kan er of ik wil er misschien nog wel iets over zeggen over die Belgische uh, in het veld rijden. Ja, vroeger, er gaat zeker een dag komen dat, dat, uh, dat er wel en dan kan het wel snel gaan. Wil ik zeggen dat er een talent is die wel gaat meedoen. Um, maar uh, ja, we moeten ja, voorlopig nog even, nog even geduld hebben en zeker de jonge meisjes zoals Fleur Moors nog niet al niet te, te veel luk, Want Dat is dan het gevaar omdat er nog niet heel veel uh, dames in België zijn die heel kort voorin rijden. Um, ja, dat is dan weer het gevaar hè, bij, de, bij de jonge meisjes, dat je niet te veel mocht, maar dat gaat wel terug goed komen. Ja. En, en dan kan het, zoals op de weg, ja, ineens een, een, een topper zijn die, die alles meepakt. Ja. Maar Ellen, je hebt het van kortbij gezien, de voorbije vijf uh, jaar. Ja, het niveau is gewoon geweldig gestegen. Hè? Ja, de, want, in de breedte. Klopt, want we, we hebben het nu over uh, de, de, de subtop, die heel breed is geworden de, de voorbije jaren. Maar die doen het ongelooflijk goed. zeilen reed goed. Ik denk dat ja, Inge misschien... Ook nog wel, maar misschien wat tegenslag in Bering is ze dan afgestapt. Ja, ook gevallen in de afdaling. In de ja, uh, dus, ja. Annemarie, uh, Laura, Alicia, mijn eigen ploegmaat. Maar het is, het is zo, uh, je gaat op den duur zelf nog wel denken van oei, ik ben echt niet goed genoeg. Maar dat, dat, klopt, dat klopt totaal niet. Die anderen zijn zoveel... Dan de, ik, kan, nee, klopt, ik ben ja. er zelf een beetje een product van geweest. Ik, ik, mijn, hockey, ik ging wel, uh, mijn conditie ging uh, met mijn leeftijd mee achteruit, ja. maar uh, ik voelde me nog wel sterk en ik deed nog dezelfde. Ik haalde ook nog waardes die, die de laatste jaren die vrij goed waren voor mijn persoon, maar uh, de anderen zetten zo'n grote stap dat je dan op de duur denkt van, ja, ben ik nu zo slecht geworden? Nee, we zijn ja. allemaal supergoed, maar de rest is pakken beter nog. Mm -hmm. en als, uh, dat is een beetje het, het gevaar dat er als renster wel kan inslapen van... Uh, en de sport is keihard. En de sport is keihard. Ja. Er zijn uh, er die talent hebben gekregen, ja, die, ja. waar iedereen ja. jaloers op zou zijn. Ja, ja. Maar ja, de sport is keihard. Ja. En de winnaar gaat met alles lopen. Al ben jij een halve procent minder, dat, dat geeft een groot verschil soms. Dus, uh, en dan ja. praten we maar over Goed. een halve procent. Ja. Ja, want er zijn nog veel ja, namen. Dus, hè? We hebben ja, uh, we ja. Brand nog die nog ja, komt. We hebben uh, Backstead die goede prestatie ja. neerzetten. Uh, uh, en over talent gesproken, misschien toch maar even over Thibaud Nijs ook babbelen. Hè? Bart, uh, hoe veel indruk heeft hij op jou gemaakt nu met die twee overwinningen? Um, wat indruk. Ik heb er vooral van genoten dat hij een paar dingen deed die hij op dat moment als enige zo kon in die wedstrijd. Natuurlijk, we hebben jammer genoeg eigenlijk in Waterloo heel weinig. We hebben de, 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 de eerste renner en Renster in beeld ja. gezien, en de tweede. De rest hebben ze eigenlijk jammer genoeg weinig laten zien. Maar in ieder ja. geval. Um, ik denk toch dat hij de enige was die daar naar boven reed en ja, op die trappen. Nee, eigenlijk niet. Ah, wel, niet? Ja, nee. Dat weten we dus ja, al niet. Maar ja, het ja, valt dus, dan al dat op. Dat is wel iets, uh, zeker niks af en toe van die prestatie. Maar uh, gelijk, ik weet bij ons, nu van de Putten, uh, die sprong ook die trappen. Ja. Elke ronde. Ah, wel, jammer, dat hebben we dat en, niet gezien. Ik zat aan bij Lois ja. en die reed daar ook uh, omhoog. Ja. Ik weet, uh, David Haverting had het ook gedaan, maar ja. in de wedstrijd weet ik niet. Maar... In de wedstrijd werd een Amerikaan ik het dus, aan, hè, ja. en, en dat weet ik uit ervaring dat dat wel eens gebeurt. De winnaar gaat met ja. veel aandacht lopen. Ja, maar ik waren, heb ja. daar wel van genoten, want dat zag er fantastisch uit. Maar ik wil er eigenlijk direct bij zeggen, uh, hij was supergoed hè, en weer een stap klopt. gezet. Ja, klopt, ja, klopt helemaal. Wel. Maar ik vind ja. voorlopig bit met die twee wedstrijden dat we gezien hebben, niet minder. Nee, die heeft zondag Ja, dat klopt. Ja. Snelle gereden, een schoen uh -huh. gewisseld. Ja, dat is echt niet niks. Ja, uh, maar Thibault maakt het af, uh, heel goed. Mm het -hmm. ja, zat er een beetje aan te komen. Ik denk dat hij elk jaar wel dingen heeft laten zien, niet altijd, maar wel flitsen laat zien, ook op de weg, die fantastisch goed zijn. Maar op dit moment uh, ja, zou ik zeker nog niet de rest uh, afschrijven, mm -hmm. verre van. Hoe bekijk jij dat, uh, Toon? Want je hebt heel vaak ook tegen Thibault gereden. Ja, uh, je komt. hebt het nu live gezien. Uh, vertel. Ja. Uh, ja, had die boy wel in mijn ogen echt een, een stap gezet. Ik denk dat dat uh, op de weg uh, toch een van de redenen is dat hij hem toch wel een pak heeft gemaakt. Maar ik had niet op voorhand gedacht dat hij deze stap al ging zetten, want elk jaar verwacht ik hem wel iets verder, wat mij een beetje persoonlijk allee, tegenviel. Maar nu jaar heeft hem echt uh, fysiek. En ik vind zelfs nog, hij is altijd een technisch renner geweest, maar ik vind hem technisch deze jaar en fysiek zeker echt serieuze stap. Waarom zie je dat, die techniek? Ja, zoals in Waterloo die dingen zijn. Ik vond voor de finish had je zo een Finisetje zo'n schuin kantje. En ik vond hem dat daar echt heel goed deed, naar mijn mening. En dan in de afdaling ook. Ik zat in Bering even achter hem en ik vond toch dat hij daar echt dat heel simpel leek, maar dat ik daar toch wel echt moest werken moest om in de afdaling mee te kunnen. Dus uh, ja. Ik vind hem uh, wel sterk reageren. En in Beringen maakt hij ook indruk bergop. Hè? Ja, inderdaad, ook, uh... inderdaad. Ja, dat klopt. Ik zeg het, uh, hij heeft op alle vlakken wel stappen gezet in mijn ogen. Mm. Ja. Van wie verwacht jij dit seizoen nog veel? Oké, okay, we hebben Isirbit, we hebben uh, Laurens natuurlijk van Toernoot. Dat waren de mannen die vorig seizoen veel hebben gepakt. Zijn er nog namen die. Ja, veel eigenlijk. Ik denk dat dit seizoen uh, wel eens een schoon seizoen kan worden. Die uh, ja, Boy heeft sowieso een stap gezet. Maar ik denk uh, dat zo de die een beetje op mijn persoonlijk allemaal wel een stapje hebben gezet, zoals Rein Kamp dat uh, heeft al gebleken in Beringen. Uh, ik verwacht ook nog nieuws van de Putten, die ook wel sterk voor de dag gaan nog komen. Uh, Pim Ronnaar. en mijn eigen, eigenlijk. Ik denk dat wij wel echt uh, dat, dat renners zijn die, die wel echt uh, in beeld gaan komen dit jaar. Dus het wordt een seizoen waarin ik denk heel veel jongens wel. aan elkaar gewaagd zijn. Ja, ik denk zijn. het wel. Ja. Ik denk de, de voorbije jaren waren er echt vier toppers. Dus ja, Lars, Michael, Eli en Laurens. Die gaan er met die bo bij nog wel een beetje bovenuit uh, steken, maar ik denk dat het wel eens een uh, spannende cross kan worden. Ja. Ja. Je vernoemt geen Wout van Aert, Mathieu ja, van der Poel. Dat zou ik buiten categorie. Ja. als die erbij komen, uh, denk ik wel dat we dat we moeten onderdoen, uh, maar dat dat ook zeker geen, uh, nee, dat dat zeker niet is. Als je ziet op de weg wordt het daar ook, ook domineren eigenlijk, uh, maar ik denk de cross is zo zo specifiek en zo hard. Dat zoals Bart zegt, 1%, dat is, dat is een immens verschil. Um, dat op de weg misschien minder, minder te zien is. De Cross, uh, die mannen zijn gewoon. zo Heb sterk. je ze er liever bij of niet bij? Um, ik vind soms voor de sfeer vind ik het wel leuk dat die mannen erbij zijn, want dan merk je wel dat er iets meer volk is. Um, maar ja, persoonlijk voor een naastdachtrein en uh, <laughs> liever ja. niet. Maar uh, ik denk dat hoort bij de Cross en uiteindelijk zijn dat twee namen die. Die de cross ook wel op kaart dat ik denk dat die Boni ook wel echt uh, ja. uh, ook wel mee, mee doen nu. Dus dat hebben ze soms, nodig. Ik denk dat het soms ook wel in het voordeel kan zijn van, van de echte crossers, zal ik maar zeggen. Als je een goede dag hebt in de, in de koerssituatie ja, leent zich ervoor. En je rijdt een hele koers in beeld met die mannen en je maakt er een mooie, het wordt een mooie finale. Ja, Dat kan zomaar een wedstrijd zijn waar de supporters nog een jaar over, over spreken. Ja, klopt, helemaal, dus uh, het kan klopt. ook op die manier zijn. Ja, uh, inderdaad, je merkt het wel een beetje aan de sfeer. Maar ik verwacht ook wel spannend, misschien nog wel meer dan de andere jaren, bij de mannen en ja, bij de vrouwen, nee, wat nee, we nee. in het verleden heel erg hebben gehad. Ik vrees een klein beetje dat het zou kunnen: dat er wedstrijden bij de dames niet meer zo spannend gaan zijn. En dat het eerder nu uh, ja. terug naar de mannen is gekomen. Het zou kunnen. Uh, laat ons daarmee eindigen, want onze 40 minuutjes uh, die zitten ja. er al op. Toon, het gaat goed vooruit in zo'n podcast. inderdaad. Ja, Mocht je nog altijd uitnodigen. Wel, kijk, we gaan dat zeker doen. Veel succes. Zondag en de rest van het uh, seizoen. Ellen, Bart, uh, jullie zie ik zondag in, uh, in Overijs. Ja. Ook voor jou wordt het dan een tv debuut ja, als analist. Absoluut. Bart, je zit in de commentaarcabine. Absoluut. Zoals vanouds. En uh, ja, voor de mensen die luisteren of kijken naar deze derailleur, ik zou zeggen, volg onze uitzendingen op de televisie zeker ook. Uh, zondag in Overijs hebben we dan ook nog Niels Albert, die langskomt, uiteraard. En ook José de Kouwer, dat is een wielerbeest, dus over de cross, kan hij echt ook wel meespreken. Graag tot binnenkort en tot hier een volgende aflevering in de studio. Ciao.